Goedemorgen mensen, zijn we weer. Ik heb dus uitgevonden hoe Apple CarPlay werkt. Er zat blijkbaar een kabel bij. Twee van deze USB stekkers. Maar het grootste verschil is, dit is zeg maar een 6-pin. En ik heb ook een 4-pin en ik heb de 4-pin blijkbaar nodig voor de Apple CarPlay. Best wel raar. Ik zou denken dat je met die 6 stekkers, die 6 adapter, dat die beter werkt. Maar het was dus de 4-pin. Ik vind het prima. Die doen we weg. Dus de Apple CarPlay werkt. Dus dat is helemaal fijn. Verder, ja, ik heb alles. Ik zal even laten zien. Schermpje nog even schoonmaken. Hier is het ook nog een beetje een vette bende. Daar ligt die doos aan die kant. En hier liggen nog allemaal kabels. Moet ik nog even opruimen. Ik weet nog niet zo goed wat ik hiermee doe. Dit is zeg maar een soort stekkerdoos. Met meerdere oplaadpunten. Of ik die erin laat zitten of eruit haal. Want mijn telefoon kan ik hiermee opladen. En hier kan ik dan ook straks twee telefoons extra opladen. Dus in mijn ogen raakt dat ding een beetje nutteloos zeg maar. Wordt een beetje nutteloos. Useless. Er ligt nog wat gereedschap. Ik ga even alles een beetje opruimen en dan schermpje mooi schoonmaken, een paar foto's maken. Dan gaan we de video even editen. Ja, ik ben wel blij dat het fix is. Hij doet het nu. Je kan hier ook zien bijvoorbeeld hoe hard je gaat. Dit is eigenlijk de Android Auto variant. Met verschillende apps. En daar heb je nog meer apps die je kan gebruiken. Netflix bijvoorbeeld, Spotify, YouTube. Ja, werkt best prima. En hier heb je dan de Bluetooth variant. De telefoon is verbonden. Ah, fijn dat hij doet. Nou, dit was de video voor deze week. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Bedankt voor het kijken. En laat even een reactie weten wat we voor volgende upgrade moeten doen. Voor de Peugeot 107. Dus de comment met de meeste likes, die gaan we uitvoeren. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.